kalenderpanden. Gisteravond was het afsluitende feest van de kalenderpanden. Vandaag zijn ze ontruimd en gisteravond waren er misschien wel duizenden mensen in die panden die tegenover Artus liggen. Met buiten een heel spektakel en we laten u wat beelden zien. Ha ha ha!
Ik vraag gewoon aan jou. Wie was Hans Kok? Hey, Grootveld. Jasper Grootveld. Zeg, kan je mee? Heet hij? Jasper Grootveld. Oké. Okay. Zeg, kan je mee vertellen? Kijk eens even, Grootveld. Kan jij mij vertellen wie Hans... Hey, hou je mond nou eens. Wie was Hans Kok? Hans Kok is helaas, dat is een kraker die 85 in de politiecel is omgekomen. Wij denken zelfs dat hij omgekomen is door de tegenpartij. Hoe kwam Hans Kok in een politiecel? Bij een belangrijke grote ontruiming. We hopen niet dat dit aanstonds ook gaat gebeuren hier, dat soort taferelen. Maar dat was niet mis. Dat is echt een kraker die omgekomen is door politiegeweld. 25 oktober 1985. Dat is dus nu 25 jaar geleden. Nee, sorry. 15 jaar geleden en we zijn hem nog niet vergeten. Oh, was jij toen al in de beweging? Oh, nee. Nee, maar dat is echt een groot drama. Waarom is dat nooit uitgezocht? Nou, dat is gewoon alleen maar weggestopt... Weggeschoffeld onder de aarde. Dat was de vorige burgemeester, Ed van Tijn. Die heeft dat ongelooflijk handig weten te coveren. Echt, het is heel erg wat er gebeurt. Dus als je denkt aan een advocaat zoals Kersting, Henk, hoe hij zich daarvoor ingezet heeft. Om bewijzen boven te krijgen. Hoe dat allemaal afgehouden is. Echt, Hans Kok is een drama. Voor ons. Hans Kok affaire werd ook wel de doofpot affaire genoemd. De doofpot affaire in zoverre dat wel de heer Ed van Tijn en alle mensen die daarmee te maken hadden, zowel juridisch als natuurlijk alle mensen die daaromheen hingen, hun bek dicht hielden. Iedereen heeft zijn best gedaan, zowel de familie als vrienden. Iedereen heeft zijn best gedaan om het ware verhaal van Hans eruit te krijgen. Het is nooit boven tafel gekomen en nog steeds is de doofpot dicht. Een van de ergste dingen, ben je er nog? Een van de ergste dingen vond ik een jaar na zijn begrafenis. Hij is dus ook heel stiekem begraven, weet je wel. Echt. Een jaar, wij hadden een grote demonstratie, een jaar na zijn begrafenis. Hadden we kransen gelegd. Bij het hoofdbureau op de Ellensgracht. Want in die cel is hij dus gestorven. Op het hoofdbureau. Daarna zijn die cellen ook allemaal veel mooier en beter geworden. Daar hebben we het over. Een jaar plaatsen wij kransen tegen het hoofdbureau. En 5 minuten daarna worden die door een enorme smeersmacht... worden die kransen weggetrapt, weggeschopt. Waar is het Hans Kok Fonds voor? Waar halen jullie geld precies voor op? Ik neem aan als herdenking, als eerbetoon voor Hans Kok. Maar ook omdat dit... gebeuren natuurlijk ook weer heel veel gekost heeft. Zo simpel. Er moet wat geld binnenkomen. Ja? Een actiepot ten goede van de kraakbeweging en hun sympathisanten. Tot zover. Bedankt. Nou, I tell you... I'm speaking English. De kraakbeweging. Woningbureau De Kraker doet het steeds vaker. Woningbureau Koevoet weet hoe het moet. Dus after Provo. Na Provo. Oké, sorry. You keep it. I don't like mics. I don't like mic. No, I do it always. I can shout very loud. Hoe zijn we nou van de 60e jaren met de kraan? Because of the new market. De nieuwe markt. Een gat in de markt. De nieuwe markt. Oh yeah. Zo is de tegenbeweging en de kraakbeweging. Ja, dat alles te doen in de tijd met Aldo van Eyck. Aldo van Eyck, het Samtje Kot, de straat. Aldo van Eyck, hè? De kalenderpanden. De laatste manifestatie, het laatste feest
En honderden mensen zijn erop afgekomen. Buiten en binnen. Er is te drinken. Er is her en der muziek, films. En heel alternatief Amsterdam. Teruggaan tot de jaren 60. Laat hier zien dat Kalenderpanden, maar eigenlijk de hele krakerbeweging en daarmee de hele alternatieve scene. Het streven naar vrijplaatsen. Het streven naar broedplaatsen voor kunst, cultuur en vrijheid. Toch nog steeds op de Amsterdamse agenda staat. Aan de drank bezwijken, mocht ik naar de haaien gaan, laat dan op mijn grassteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. En ik zei net honderden mensen, maar in de krochten van het Kalenderpand, van de rijpanden daar tegenover Artmus, blijken er wel duizenden mensen te zijn. Die naar allerlei bands luisteren, zoals de Virtuose Matrozen. En de herinneringen staren je aan. Eurotop, 13, 7 juni 97. Een infopunt. De Virtuose Matrozen. En met enige zorg of de vloer dit wel kan houden.
van de zee. Al haaien ging mee, haaien. Dat ik van jullie wil horen, het haar van een politicus met twee lettergrepen. Staring, Martijn, waarom het wordt het? Knikken, knikken! Martijn, knikken! Ja, knikken, heb je niets verklaard toch? Maar we gaan voor knikken! Even de hoogste concentratie. Kregen, haaien, en dan nu het haai van de politicus met drie lettergrepen. Volgende slide, dat is een haai. Nog meer. Even lokaal. Ja, ik heb een ijskast. Ik heb een ijskast. Naar de ijskast hoor. Ambtenaar, ja. Oké, okay, jongens, we gaan voor ambtenaar. 1, 2. En dat waren de virtuoze matrozen hier in de kalenderpanden op de laatste dag. En het is bijna de tijd waarin we de doden herdenken. Het is bijna alle zielen. Het is bijna... Ja, het is dus bijna alle zielen. Het is bijna halve Halloween, 31 oktober. Een heel passende dag. Zo werd het Halloween. Zo werd het Allerzielen. 31 oktober. De ontruimingsdag. Niet alleen van de kalenderpanden, maar van heel veel panden in de stad. Een grootse actie. Misschien om die reden gekozen. Allerzielen. De dag dat we de doden herdenken. Nou, we hebben vanmorgen wat plaatjes geschoten, maar niet veel. Dit zijn de beelden en de kalenderpanden zijn weer in handen van de overheid en daarmee van de eigenaar die er gaat verbouwen. Heel veel ontruimingen dus vanmorgen op een dag dat wij zeiden, moet dat nou op Allerzielen? Maar ja, morgen is, vandaag is Allerheiligen. En natuurlijk ook weer de helikopters. Ze hangen te vaak te luid boven de stad en is dat in dit geval wel nodig. Want veel weerstand was er niet van de kant van de krakers. Het viel allemaal wel mee, zover we hebben kunnen zien hedenmorgen. De ontruimingen van Allerzielen. En we herinneren nog maar even aan de herdenking van Hans Kok. Want dat zijn de krakers nog niet vergeten. 25 oktober 1985. Ook toen ontruimingen, ook toen geweld. Gepast geweld of niet, dat blijft de vraag.